Ik ben Doris Breidenbach en ik werk als werkbegeleider binnen MindUp. We zijn hier in Franeker op de kwekerij van MindUp, waar we op biologische manier allerlei gewassen telen. Ik hoop dat de mensen op deze kwekerij kunnen werken aan hun vaardigheden. Dat kunnen vakvaardigheden zijn en dat kunnen sociale vaardigheden zijn. Wij doen op de kwekerij diverse producten telen en dat doen we dan op zo biologische mogelijke manier. We hebben hier aardappels, we hebben hier diverse kruiden, we hebben hier diverse soorten groenten. En wat we ook doen is snijbloemen telen voor de groepen hier om te kunnen bloemschikken. En natuurlijk een bosje bloemen op tafel van het restaurant. Al onze eetbare producten zoals de kruiden en de groentes, die telen we hier voor de restaurants van de GGZ. Maar niet alleen voor de restaurants, ook een aantal BW's van de GGZ in Friesland. Die nemen groenten en aardappels van ons af voor hun middagmaal of avondmaal.